agenda in verband met de roadmap staat als eerste puntje de partners in de roadmap. Het tweede puntje gaan we nog even de globale tijdslijn bekijken. Voor het derde stuk gaan we ook kijken naar wat we nog gaan doen qua dematerialisatiefuncties, vooral voor het einde van dit jaar. En tenslotte, in het vierde gedeelte gaan we voor de dematerialisatie kijken naar de optimalisaties. En uiteraard gaan we ook toekomstige trajecten belichten en de wenslijst van Recipe bekijken. Hier graag even een overzicht van verschillende partners. En dit is zeker niet exhaustief. Ook de functies van hen zijn hier zeker niet exhaustief opgesomd. Het is belangrijk als we de service van Recipe bekijken, dat we eigenlijk de hele keten bekijken. Zowel van de server van Recipe waar de voorschriften staan, maar ook vanaf jullie als eindgebruiker, voorschrijvers en apothekers en ook patiënten en volmachthouders, van waar eigenlijk de software vertrekt naar Recipe via verschillende partners die in de keten tussenkomen. Dus de basisleveranciers in de keten zijn onder andere ook e-geld, die heel wat basisfuncties levert en die zo toch wel zorgen dat de werking gegarandeerd veilig kan gebeuren. Anderzijds hebben we ook nieuw nu in deze dematerialisatie dat er therapeutische relaties worden aangemaakt aan de kant van de apotheker via MyCareNet. Dat zijn inderdaad dezelfde therapeutische relaties als voor het medicatieschema. Ook de hosting van onze database ter hoogte van onze huidige hosting provider en het monitoren van die applicatie zijn heel belangrijk om aan jullie die stabiliteit te kunnen bieden. Dankzij het RISIF is dit ook allemaal mogelijk en ook met hen hebben we verschillende samenwerkingen die we straks ook voor een stuk gaan opsommen met bepaalde e-geld projecten. Dit alles kan natuurlijk niet zonder dat we ook de processen respecteren en gaan kijken naar terugbetaling, wetgeving, allerhande situaties van volksgezondheid en systemen. Ook daar moeten we rekening mee houden. Graag geef ik een globaal overzicht van de tijdslijn. Zoals reeds aangekondigd, eind 2021 zitten we ook nog met een aantal nieuwe functies die komen. Daarvoor zitten we in samenwerking met e-geld en RISIF voor de app Mijn Geneesmiddelen, om mogelijk te maken dat patiënten het overzicht krijgen van al die voorschriften. Daarnaast zullen de patiënten uiteraard ook met de EID kunnen blijven gaan. Eind van dit jaar, begin volgend jaar, zal ook de volmachthouder met de EID of met Rijksregisternummer van zichzelf naar de apotheek kunnen gaan voor de patiënt. Er komt ter hoogte van de reservatie contactinformatie, dus u zal de patiënt kunnen contacteren, tenminste als hij daar zelf voor opteert. En een aantal optimalisaties, waarvan vooral technische, waar u misschien als eindgebruiker vooral naar performantie iets zal merken, maar niet altijd naar functie toe. Volgend jaar, en begonnen al zeker dit deel van 2021, zijn we bezig met de analyse en gaan we naar de verdere ontwikkeling in 2022. Graag geef ik hierbij ook een antwoord op een van de vragen die kwam. Er is voor volgend jaar ook voorzien dat artsen ook de voorschriften die gemaakt zijn door andere artsen zullen kunnen lezen. En dat is ook het geval voor thuisverpleegkundigen. We komen daar straks toe in detail. Optimalisaties van de dematerialisatie en extra functies dus komen er ook aan. Ook een antwoordje op een van de vragen met betrekking tot woonzorgcentra. Inderdaad, wij zijn ons bewust van die problematiek en wij gaan daar in een werkgroep verder mee aan de slag. Uiteraard is er ook de samenwerking en de verdere uitwerking samen met de mensen die het medicatieschema leiden. En hebben wij ook een aantal interne Recipe-trajecten en de wenslijst. En in 2023 zullen er ongetwijfeld nieuwe ideeën zijn,
En kunnen we ook verder werken aan de vorige trajecten en de wenslijst van Recipe? Ik ga graag even verder in detail over de verschillende delen van de globale lijn. Dus als we alleen kijken naar dit jaar, dan is het duidelijk, en ik zie dat dit eigenlijk eind 2021 moet zijn, dus de app Mijn Geneesmiddel komt eind van het jaar aan. En ook naar de apotheek zal het mogelijk zijn om als volmachthouder met de eigen EID en met de app te gaan om medicatie voor de patiënt af te halen. Ik maak gebruik van deze slide om ook even een antwoord te bieden op een vraag die eerder gesteld werd in de chat. Dus ook de volmachthouder zal met het Rijksregisternummer kunnen gaan, tenminste als een therapeutische relatie werd aangemaakt in de laatste 15 maanden. Dat is ook zo voor de patiënt. Alleen met het Rijksregisternummer kan die ook naar de apotheek, op voorwaarde dat er een identiteitskaartlezing geweest is in de laatste 15 maanden. Dus de apotheker zal op dat moment ook een overzicht zien van de patiënten voor wie men volmachthouder is. En daarnaast komen er ook technische optimalisaties. Dus u ziet hier ook in het tekeningetje aan de linkerkant van de slide dat de volmachthouder effectief ook op een volwaardige manier de voorschriften van de patiënt kan gaan afhalen. Dat doet niks af aan het feit dat de volmachthouder nog altijd met het papier ook bij de apotheker terecht kan. Wat betreft het volgende jaar gaan wij uiteraard ook verder werken aan de optimalisatie van de dematerialisatie en extra functies ook brengen. Wij hebben heel veel overleg gehad, onder andere ook in de aanloop naar de communicatie en hoe we dit naar de zorgverstrekkers en breed publiek konden brengen. Daar zijn nog heel wat ideeën uitgekomen van veel van jullie collega's. We hebben die allemaal genoteerd en we gaan die ook prioritiseren. Als we een klein beetje verder zijn in de dematerialisatie, dus als we binnen hier in een maand nog op grote schaal bezig zijn, dan kunnen we daar zeker al de belangrijkste zaken uithalen en prioritiseren. Zoals ook terecht aangehaald tijdens deze sessie, is er ook nood om in de woonzorgcentra tot een oplossing te komen op een gedematerialiseerde manier. Hier zijn we mee bezig. Sedert mei, juni dit jaar zijn we er al goed mee bezig. En we gaan een oplossing zoeken op korte en lange termijn. We komen dan tot de uitbreiding van zowel de kant van de voorschrijver als de kant van de afleveraar, ook te zien in het figuurtje rechtsboven op de slide. Het is namelijk zo dat we ook hier een deling of een lezing zullen doen door de andere artsen die het voorschrift niet hebben aangemaakt. En dat zowel voor de elektronische voorschriften, dat zit dus bij Recipe, maar ook bij het medicatieschema, dat zit bij het project FIDIS. Dus dat is heel belangrijk. Dat was ook een vraag die jullie hadden hier in de chat. Dit is heel terecht en zal ook zorgen dat je een beter zicht hebt, zowel op de patiënten met chronische pijn als de toxicomanen, maar ook elke andere patiënt zal je beter kunnen inschatten. Voor de consultatie van elektronische voorschriften zal dit ook kunnen, niet alleen door apothekers, maar ook door thuisverpleegkundigen. En opnieuw, zoals ook voorzien voor de artsen, zal het ook zijn voor de elektronische voorschriften en voor het medicatieschema. En zoals ook al aangehaald, wij werken eigenlijk al ruime tijd samen met het medicatieschema, met de werkgroep FIDIS. Ook dat blijft verder gaan zoals Jeroen al heeft aangehaald. Uiteraard hebben wij ook een aantal technologische innovaties die we graag willen implementeren vanuit Recipe. Wij hebben in de aanloop naar de dematerialisatie in 2020 ook een volledig nieuw platform geïnstalleerd, waardoor je normaal gezien meer stabiliteit zou moeten waarnemen op het terrein. En in die zin willen we eigenlijk nog een aantal zaken optimaliseren en ook met onze partners, de softwareleveranciers, samenwerken. Samen ook met jullie als eindgebruiker om het geheel nog beter te maken als service.
Een heel belangrijke die we ook hebben, is dat we de interactie tussen zorgverstrekkers kunnen faciliteren en dat we daar ook een belangrijke rol kunnen inspelen via de digitalisering van het elektronisch voorschrift. En tenslotte zijn er ook nog een aantal zaken die we intern in trajecten zullen verbeteren, die misschien niet altijd even zichtbaar zijn, maar die zeker wel even nuttig zijn. Graag wil ik nog even jullie aandacht vestigen op onze adviesraden. Wij hebben die opgestart in 2020 en zouden eigenlijk heel graag nog wat meer artsen aan boord hebben. We hebben ook al een hele rij apothekers die geïnteresseerd is. En die adviesraad gaan we nog concreet ook oprichten. Dus jullie zijn zeker heel welkom om hieraan deel te nemen. Vandaar, aarzel niet en geef ons een seintje op onderstaand mailadres. Dankjewel voor je aandacht. Ik